niet heel goed gegaan met voetbal. Zijn! Wat? Zijn! Hé, hey, ga staan! Hé, hey, ga staan! Ja! Oh, kijk, we zijn de drie musketeers. Welkom bij een nieuw video van de Bakkertjes. Mijn naam is Ramon. Mijn naam is Sam. Wat is er gebeurd? Het is niet heel goed gegaan met voetbal. Hebben ze hier elkaar? Nou, er is helemaal niks aan de hand. Die krukken die hadden we hier liggen voor iemand anders. Kijk eens even, jongens. De grote beker staat bij de beukenwasje. Wat is er gebeurd? Kampioen geworden. Je moet even, we moeten even kijken. Wacht, we hebben hier wat over. Ja, maar even. Wat ga jij doen? Nou, dan moet je ook. Even. Eerst moet deze rat stoppen. Ja, dan weet ik niet of dat moet. Ja, ga gaan zo. Zee! Oh, dit is echt heel gek. Kijk al die glitters. Oh, wauw. Vind mama leuk. Weet ik nou al. Wat zit er allemaal in? Wij gaan zo uit eten. Wij moeten om 6:30 bij het uit eten zijn. Nee, papa. Ja. Nee, doe niet. Mama, die krittels. Oh, oh. Nee, nee. Maar ik had dit echt moeten doen met de buschrijver. Ja, eigenlijk wel, hè? Yes, het is echt waar, jongens. Kijk eens. Burningse boys. Als er een vraag is die veel gesteld wordt, vooral op Instagram, als ik dan posten plaats op zaterdag op het moment dat we naar wedstrijden gaan van Jesse en van Sam, basketbal en voetbal, wordt heel vaak gevraagd wanneer wordt er eens een keer een video daarvan gemaakt. Wat is de reden eigenlijk waarom we dat nooit doen? We weten niet of andere mensen op beeld ook willen. Alleen nu had de coach had gevraagd van, hey, willen jullie dit moment gaan filmen, want... We worden kampioen. Het is gisteren gebeurd, dus we hebben het gefilmd en ik heb aan de ouders gevraagd, mogen ze het meenemen in de video? En dat mocht. Jullie gaan zo direct getuigen zijn hoe Sam voetbalt. Nou ben ik eigenlijk heel benieuwd. Laat het in de reactie weten. Zijn jullie voor team basketbal of voor team voetbal? Ik zal even een klein stukje laten zien van de Instagram story wat ik heb gedaan van Jesse vorige keer. Was ook echt heel erg spannend. Het wordt de druk wel op Jesse gelegd. Ja. Oh nee, als die voor niet maakt. Ja, ik kon niet kijken. Nee, echt. Oh, Jesse. Oh my god. Wat is dit? Ik zweer je. Jesse, waarom zeg jij je moet kiezen voor team basketbal? Voetbal is een beetje aan een balletje trappen om je boosheid gewoon weg te halen. Je weet van frustratie dat je weet dat je zo dom bent. Uh-huh. Ja. Ja. En basketbal, je kan daar zoveel. Kijk, je kan gewoon shooten. Ja, oh, oké, dat moet even eruit. Dat moet even uit. Kan je shooten? Dat moet eruit. Nee, grapje. En je kan je... Oké, wacht even, wacht. Oh, ja, nee, oh, het ligt aan de bal natuurlijk. Heel misschien. Ja, nou, even kijken, ligt het aan de bal? En je kan shooten. Dus, ja. Oh yeah, ja, dat gewoon aan die bal. Nou, die bal die kan weg, die is batterij op, denk ik. Nee, waarom moet je kiezen voor voetbal in die fase? Voetbal is gewoon beter. Ik vind het argument van Sam niet heel erg sterk, maar laten we weten van heel benieuwd wat jullie kiezen. Ikzelf vind ze allebei heel erg leuk om naar te kijken in ieder geval. Niet om zelf te doen, maar wel om naar te kijken. Het is altijd heel erg spannend. Nee, dat is te zien. Vooral als... is te zien, zegt hij al echt. Ik ga even snel dit opruimen voordat Erem thuis is en dan gaan we lekker uit eten. Kijk, dat is om te vergeten dat tegenwoordig de dokter heeft die dat ook voor mij kan doen. Ja, nog wat bib. Ja, met afstandsbediening. En een beetje opschiet, we hebben haast. Opstelling. Tijdje in de goal. Mike. Rechts. Keanu. Links. Yassine. In de midden, Sam. Met Jim.
Spits. Gaan we links. Pepijn. En rechts. Toos. Hou het gewoon simpel. Werk voor elkaar. Hou je mondje dicht tegen elkaar. Moet het lukken. Hey, hey, hey. Kom op. Maakt mij nou even vandaag helemaal geen reet uit die bal scoort, hè? Echt niet, ja? Dat Jumbo nou 5 maakt of 7-1 maakt me helemaal geen reet uit. Voetbal voor elkaar, ja? Kom op, boys! Ben! Kom op, boys! Ja. Jij moppen, ja. Kom op, Jumbo! Hey, ben! Oh ja! Hier! Stop, Jumbo! Goeie bal! Sam! Sam, achter je! Sam! Ik kan zien! Ben een koortje! Ben zien de koort! Ja, winnen! Dank je, nog niet weglopen, Thomas! Niet, kom, Sam, kom, Sam, kom, kom, kom! Bro, paaskoord, dat heb ik een werk met een beetje. Kom maar! Doei! Doei, Javi! Oh! Is hij een paaskoord van? Vraag je bij voetbal voor. Ja, go! Kijk naar je teamspeler! Door, door, door! Sam, door, lopen! Door, lopen! Doei, Sifra! Doei, Sifra! Kom op, Wout! Kom naar de bal, bro! Naast op de bal, kom op de bal! Tuurlijk! Hoeveel minuten nog? Hoop één. Nee, 7 al lauwe, toch? Ah, dat is een goede bal! Doe maar, Groen! Die moet je niet aannemen! Ja, let's go! Woe! Groen, Groen! 9-1! Hoe lang is nog, hè? Eendracht, ga eens terugzakken! Hé, ga staan! Toch gaat slapen midden in de weg. Mooi shot. Heel bro, schoot er weer uit. Bro, onze tegenstanders weten niet zo uit goal zit. En ze komen, bro, ze schieten elke keer naar dat goal daar. Tot zover het commentaar van. Zo. Hey, schatje. Hey. Ja. Ja. Is het leuk, Pip? Ja. Leuk, hè? Wat zijn ze nou? Ja, ik heb het niet zien. We zijn naar huis. Ja.
En dat hij dan een biertje schoon. Want iedereen zit zo go. Oh ja, ja. Ik heb het gekregen. Ja, klein leuk. Oh, zijn moment dit. Nee, nee, niet op zijn nieuwe jas. Sam is het vaak. Nee, niet bij je zusje. En Mike, kom maar champagne. Wij willen niet koud. Hun elkaar klap maken. Help Sam even mee. Kijk. Help maar mee. Sam, ga jij de winkeltje beginnen, Sam? Nou, ik hoop dat jullie het super leuk vonden om te kijken naar deze compilatiefilmpje. Ik wil er wel even bij zeggen, ik heb voornamelijk de beelden van Sam erin gelaten. Het is niet dat Sam die hele wedstrijd de leader was of wat dan ook. Ze hebben het met z'n allen gedaan, alleen ik heb nu natuurlijk vooral de beelden van Sam erin gelaten. Maar nu hebben we echt heel erg haast. Let's go! Let's go! Kijk, oh, shit, lieve grote broer, hè? Niet ver. Ze is wel zwaar te komen. Ja. Kijk, ze doet wel stofzuigen. Jesse die doet haar tillen. Nou, Sam, moet je kijken hoe die erbij loopt. Sam, je loopt erbij alsof je... Had je toch die krukken nodig? Wat is het de touw? Goed, jongens en meisjes, nou, we zitten hier lekker in een restaurant. Het zat helemaal vol. Mensen zijn gekomen en gegaan. Let niet op mijn stem, ik ben een beetje verkouden. Ja. Maar mensen zijn gekomen en gegaan. Ze kwamen net aan onze tafel of we een dessert willen. Een kiesje. Maar we hebben de hoofdgerecht nog niet eens gehad. Hoe dan? We zitten hier te wachten. Ja. Jesse die is uit wanhoop, zit die peper en zout te eten omdat hij zo honger heeft. Ik heb honger. Komt iets aan, ja, er komt iets aan, er komt iets aan. Zou het voor ons zijn? Zou het voor ons zijn? Nee, toch weer niet. Nu is er één bord gekomen. Ja. Voor Jesse. Jesse heeft zijn eten. En Ik heb een hele kip. Dat is de hete kip. Het werd een beetje heet aan de onderkant. Het is lekker. Is het lekker? Oh. Iedereen heeft nou eten, behalve Sam. Maar volgens mij moeten ze die pizza nog maken. Ik weet het niet. Ja, nee, ja, na 2 uur moet je ook niet te veel vatten. Oh, nee. Die ziet er wel echt wel lekker uit. Dit is lekker. Kom gewoon samen delen. Deze is ook lekker trouwens. Dat is het, het was in ieder geval het wachten waard. Het is een lamscotelet. Even proeven. Het is eigenlijk een soort lolly. Nou, oh. Maar even serieus. Pip eet nooit. En dan eet ze gewoon een lamscotelet. Oh, zij houdt gewoon van heel chic eten. Dat is... Oh, ze gaat ook gewoon zo erbij zitten als een boerenpummel met een... als een oermens. Hij ligt toch niet op de grond, hè? Jongen, mijn eten hij van 35 euro. Hij eet zoals Luffy van... Je hebt extra gevecht.